Ja? Juist. Mooi. Nou, in ieder geval, hier hebben we dus een hele nieuwe tak van de Zelda-winkel gebeuren. Dit is de Scrap Shop, als ik me niet vergis. Oh ja. Ja, de Scrap Shop. Wat hier kan is nieuwe functie van de Legend of Zelda. Je kunt je items zeg maar opwaarderen of laten repareren. Stel je voor dat ik schade heb aan mijn schild, dan kan ik ze hier mijn schild laten repareren. Als ik mijn schild wil upgraden, dan kan die zelfs beter worden. Kost 30 rubies. Maar daar hebben we dus ook zeg maar nog Ember Relics nodig, Monster Claw en Jellyplop. Nou, een Jellyplop hebben we al, maar de rest nog niet, dus we kunnen nou nog niks upgraden. Dus heel handig winkeltje, zullen we zeker nog heel erg vaak in deze Let's Play zien. Dan gaan we heel eventjes verder. Hierachter zie je een kistje. Dit is een van die kistjes die we nog... Wie? Hou je bakkes! Ik leg hier alles uit en jij blijft gewoon zo in het zwaartje zitten. Dus hou je kop. Dit is een van die kistjes, daar komen we dus later op in verband met... dit is een kistje die kun je nou niet openmaken. Het is niet glinsterend. Als je hem open zou maken, dan zou hij paars glinsterend zijn. En dat heeft te maken met de wereld op de grond. Daar komen we dus later op. Dus... geduld daarin. Nou, hier hebben we ook weer een nieuwe functie in The Legend of Zelda qua winkel. Dit is de item shop. Ik zag er eigenlijk bij van alle vijf. Je hebt dus zeg maar een bepaalde ruimte zeg maar, van wat je dus bij je kan nemen. Nou, in dit geval hebben wij dus alleen maar het schild. En voor de rest hebben we... Mag ik even? Want... Oh, wat ben ik even traag. Ik ga dat daar even iets sneller instellen, want het is zwaar irritant. Ik moet kijken. Nou, hartstikke langzaam. Nou, in ieder geval, we hebben nu dus maar vier vakjes waar we dus items in kunnen hebben. En alles wat we niet bij ons kunnen dragen, dat komt dus hierin te staan. En als je het niet nodig hebt, zou je het nog kunnen verkopen ook. Dus... zou ik er eigenlijk bij van alle vijf. Nou, dit is dus gewoon de bekende item shop. Hier kun je dus Deku Nuts, oftewel Flash Nuts, kun je hier kopen. Of volgens mij zijn het Seeds. Dit zijn Seeds waar we nog niks aan hebben. Dit zijn pijlen waar we nog niks aan hebben. En dit zijn bommen waar we nog niks aan hebben. En hier zou je dus een schild kunnen kopen. Nou, het leuke van deze gast is, als je met hem praat... Customer, hi different, would you remember me? Nou, en dan krijg je dus het allerleukste. Die vent heeft altijd een blije bakkers. Hij hoeft niks te vragen. Hij heeft altijd een blije bakkers. Altijd. Nou komt hij. Dus als je nou even zijn kop dicht wil houden. Wij zien hier een schild. We hebben al een schild, maar we hebben hier dus een heel mooi schild. Ah, dat wordt een shield. Ik ben bepaalde tijd. Je moet begrijpen dat we het breken. En if you get fired, you will be it. Nou ga ik zeggen, no thanks. Moet je op zijn gezicht letten. Het is maar een fractie van een seconde, maar dat gezicht heb ik geweldig zo. Waarom koop je mijn productie niet? Nou, hier hebben we de potion shop. Hier heb je verschillende potions. Die leg ik daar even allemaal één voor één uit. Maar zoals we zien, heeft hij een tekstballonnetje dus eventjes mee praten. Heb je zin om dit voor te lezen? Nee, want het slaat nergens op. Zij legt gewoon ze zeg maar uit over potions, hoe geweldig potions zijn. Dat ga ik dadelijk doen. Alleen potions, daar heb je een leeg fles voor nodig. Nou, en als je geen leeg fles hebt, dan kun je dus niks kopen. Dus wat doet zij nou? Zij is slim en geeft ons gewoon een lege fles. En nou hoopt zij dat wij met die lege fles iets gaan kopen. Gaan wij niet doen. Flauw, hè? Maar ik zal wel eventjes een rondleiding geven door de potions. Dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk. Deze tekst heeft niks te maken met de verhaallijn dus. In ieder geval, we hebben een groene potion. Dat is een stamina potion. Daarmee heb je eventjes meer stamina. Daardoor kun je dus langer rennen zonder dat je dus uitgeput raakt. Handig, best wel prijzig. Ben bang dat ik die nooit zou gaan gebruiken. Een rode potion die zorgt ervoor dat jouw hartjes gevuld worden. Een normale potion die geeft 8... die vult 8 hartjes, als ik me niet vergis. Zo uit mijn hoofd even. Ja? 8 hartjes. Blauwe potion zorgt ervoor dat je langer onder water kan blijven. Maar daar komen we pas veel later op in het spel. Een paarse potion die kun je op je schild gooien. En dan wordt je schild hersteld. En dat vult ook nog eens een keer 4 hartjes. Super goede potion dus. En de witte potion die maakt je tijdelijk onsterfelijk. Of in het begin heb je maar halve schade. En is ook behoorlijk prijzig. Deze vent hier, die kan jouw potions upgraden als jij insecten vindt. Insecten komen wij ook later. Als jij dus zeg maar potions upgraden, worden potions sterker. Zoals je hartpotion bijvoorbeeld. Die vult dan al je hartjes. Of een witte potion die zorgt ervoor dat je helemaal onsterfelijk bent voor een kleine korte tijd. Dus ja, altijd handig om ook uit op te letten of je nog insecten ziet of alles. Nou, het enige wat we op dit moment nodig hadden was het lege flesje. Want voor de rest heb ik nog niet echt veel nodig.
Dus wat we nou gaan doen is, we gaan nu lekker vliegen, want er is eigenlijk een eilandje dat ik jullie wil laten zien. Dus nou rennen we van zo'n pilaar af en fluiten ons vogeltje. En dat gaat fout. Nee, het heeft eigenlijk helemaal geen enkel effect op. Maakt niet uit. Het zag er grappig uit en dan heeft mijn vogeltje hoofdpijn. Nou, dit is dus zeg maar gewoon de world map zoals dat heet. Als je dus op plus drukt, dan kom je gelijk op de wereldkaart uit. Waar wij naartoe willen is, als ik me niet vergis, dit eilandje hier. Dit eilandje hier is eventjes heel erg belangrijk, omdat daar zitten wat sidequests. En die wil je dus gelijk starten. Klinkt een beetje belachelijk, want vergeet niet, Zelda die is dus net naar beneden geflikkerd en de wereld is in gevaar. En wij gaan eerst naar een of ander eilandje waar we dus eigenlijk niet naartoe hoeven. Dit is ook totaal optioneel. Stel je voor, je bent een speedrunner en je wil zo snel mogelijk door het level heen. Dit hoef je niet te doen. Dat is het leukste ervan. Maar goed. Oh, trouwens, die steen waar we net doorheen vlogen, dat is een speedboost. Dus niet dat je denkt van, hoe vlieg je nou naartoe? Ach, ik twijk af. Wij moeten deze kant op. Even een beetje omhoog. Even over de vliegscènes. Vliegscènes worden ingekort. Dus op het moment dat wij van eiland naar eiland gaan vliegen, knip ik dat eruit. Dit is de enige keer dat ik eigenlijk vliegscènes laat zien. Of het is heel erg belangrijk dat er iets in de vliegscène gebeurt. Maar voor de rest, als wij van eiland naar eiland vliegen, knippen wij dat er gewoon uit. Even kijken hoor, zijn we nou dicht bij de eiland? Want ik word hier een beetje ziek van. Is het niet de eiland? Hé? Stop. Is dat... Hé? Ik ben even de weg. Ik ben de weg iets kwijt. Maar wij op zoek naar... Oh, dit wil je niet raken, dat doet pijn. Waar wij dus naar op zoek zijn, dat is de... Plupup. Ja, we zijn eigenlijk naar een café op zoek. Is dat niet deze hier dan? Jawel, dat is die wel. Ik vlieg gewoon voor spontaan de verkeerde kant uit. Hartstikke leuk en aardig. Ja, nou gaan we goed. Bom. Nee, maar nou ja, het is eigenlijk aan de ene kant wel een voordeel. Want dan hebben we nog even een lange vliegstukje. En dan denken jullie ook bij eigen van, nou fijn dat we dat toch nog wel even zien. Want het wordt dadelijk alleen maar eruit geknipt. Dus. Nou, die andere vogels, dat is gewoon zeg maar te communiceren. Even kijken, hoor. Mijn vlieger. Nee, is hij niet. Is hij daar? Nee, deze. Ik wijk weer af. Ja, later krijg je zeg maar dauber, zoals dat heet. En dan kun je dus zeg maar een... of beacons heten daar zelfs. Beacon. Bacon. Bacon is bacon. Nee, maar dan kun je dus zeg maar iets aanvinken en er komt al zo'n lichtstraal uit. En zo kun je dus een beetje precies zien waar dat je dan naartoe gaat. Nou zit de hele tijd op de kaart te kijken, daar word je dus ook niet vrolijk van. Maar we zijn bijna in de buurt. En hoe hoger dat je bent, wil ik namelijk laten zien. Want ik ben het hier aan het vollullen, want dit wordt een beetje een saai beeld. Ik zit de hele tijd naar de kont van een vogel te staren, dus ja. Even kijken hoor, want wij krijgen dadelijk onze mooie... acties te zien van Zelda Play 20 Girl. Dus, en bijna, waar ben je? Ik zie je bijna niet. Zo vaak, zie je daar? Ik zie bijna het eiland niet, man. Daar zit hij toch wel, hoor. Nou, in ieder geval wat we willen doen, is we willen nou gewoon naar beneden vallen. Dan doe je een beetje skydiven. Dan hebben we hier dus zeg maar de eiland waar we dus naartoe bouwen. Beetje mikken. Zo. Ik dacht een leuke lange vrije val is wel leuk. Dus. Oh. Bij sommige vrije vallen krijg je deze beesten. En als je ze allemaal aanraakt, dan maken ze een hele mooie cirkel. Ik hoop dat ik daar nou voor elkaar kan krijgen. Dus je kunt het een beetje sturen met de Wiimote. Hallo. Pak hem. Pak hem ook. Pak hem ook. En dan krijg je dus 20 rubies. Hartstikke handig. Als je rubies nodig zou hebben. Nou, nu is het de bedoeling dat we dus voorzichtig landen. Nou, hoe doen we voorzichtig landen? Heel simpel. Zoals ons geleerd is. Je drukt op B en dan krijg je je parachute. En ik vind het altijd leuk om dat net bijna op de grond te doen. Nou, dit is dus totaal optioneel. Hier hoef je niet naartoe. Batterij, ik zie je wel. Gaan we weer om met die batterijgein. Oh, wat leuk. Dit is de Lampin Pumpkin. Zeg ik dat goed? Zeg ik goed. Lampin. Dacht ik. Nou, we zien daarboven zien we dus rubies en een piece of heart. Dat is de piece of heart. Dat is een echte piece of heart. Niet dat je denkt dat is namaak. Wat hier de bedoeling is, waarvoor dat wij hier nou zijn, is... nou, we hebben dit vrouwke. Hi, doei! Rijn. Ja. Don't go thinking you can get those down. You hear? You might think you cannot... We're jumping... Don't even think about it. Are we clear? Wat zij zegt is... Je ziet die rubies. Je ziet een piece of heart.
Maar je mag niet proberen het naar beneden te krijgen, want anders flikkert dadelijk heel de zooi naar beneden en dan krijgen wij de schuld. Ja. Nou, wat leukste is, hier heb je dus iemand zeg maar uit Skyloft. Dat is een van die goons van Cruise. Hey Stefan, I didn't think I'd see you here. You bet you're wondering what I'm doing here. Yep, wat doe jij hier? I think I mentioned this before, but man, I'm really into bugs. Oké, nou, you bugs me. This guy bugs me. Ik zeg het even, Engelse woordgrap. That's why I'm out collecting insects wherever I think I'll find them. If you have a bug net you, you should not have right finger on. Nou, hij vertelt dus over die insecten, zeg maar, dat je die dus zo zou kunnen vangen. Hier bijvoorbeeld, hier hebben wij een pilaar. En er staat toch duidelijk op. No roughing on the balcony. Big ruckus cause the chandelier to shake. Nou, misschien als we dus hard genoeg hem laten shaken, is het hard eraf valt. Ik ga het proberen. Go. Okay. Oeps, sorry. Nog een keer dan. Hop. Bijna. Flikker er nou af. Flikker eraf. Ja? Oeps. Why would you do that? Get down here this instant. Oeps. Dat deed jij, hè? Ja, jouw schuld. Oh no. You've gone and made a terrible mess of things, haven't you? Well, now you're going to be in a world of trouble. Weet je wat ik doe? Ik weet het beter gemaakt. Kijk, je hebt hier rubies. Hier. En die pak ik eventjes op. En dankjewel. Wacht eventjes, die vent leeft hij nog? Vent, hi, leeft hij nog? What were you thinking? You scared a year of my life! What did you want again? I lost my train of thought. You believe me, don't you? No chance. Hey now! What's with kids? What's with you kids today? And all of your destruction and whatnot, I swear! Hi! Ken die crushgeluid op de achtergrond. Nou, weet je wat we doen? Wij pakken gewoon die piece of heart. You got a piece of heart, collect the four en bladibladibla. Onderaan zien we dus zeg maar hoe dat je de piece of heart krijgt, welk nummer van de piece of heart dat het is. En de beschrijving daarvan, foto en de bewerking van die schermen die je nou ziet. Ja, dat heeft diezelfde Playtonic Girl op de achtergrond dus zeg maar gemaakt. Dus echt iets achter de schermen. Verzamel je de vier van deze en dan krijg je een extra hartje. Daar komen hartcontainers op neer. Nou, we gaan gelijk even verder. Het schermpje verdwijnt ook gelijk. Dat schermpje zit niet in het spel. Voor de mensen die dat niet snappen. Het schermpje zit niet standaard in het mechanisme van het spel. Dat heeft Zelda Play 20 gemaakt. Zelda Play 20 Girl gemaakt. Gaat weer veel te snel. En dan sla ik weer woorden over. Dat is niet goed. En dat is dus bij videobewerking er specifiek bijgezet. Dus nou, dat eventjes verteld. Ik naai eruit. Dag. Hey now. You don't think you can come in here and break my chandelier and just get away with it, do you? Nou, eigenlijk wel, maar heeft deze plek geen achteruit en je hang of zoiets? Achteruit ingaan. Dag. Ja. Hey now! Ja, dan zegt hij dus precies hetzelfde. Oké, nou, ik ben bang dat we er niet onderuit komen. Ik denk dat we hier vastzitten totdat wij tegen hem gaan praten. Dus, nou, weet je wat? We gaan lekker zitten en gaan maar eens even luisteren naar wat hij te zeggen heeft. Hey, don't you just sit there? Haven't you got something to do right now? Okay. Zeg het eens. What is wrong with you? Just look at what you've done. You broke my fancy custom order chandelier. You're going to be working for me for free. For free! Okay, sorry, ik kom niet later. Until you pay off every single ruby that chandelier cost me. You got that? Are you ready to own? To own up to your responsibility? No way! Ja, of course. That's right. And I'm going to hold you to that. Let's not waste any time putting you to work. I need you to deliver my famous soup to Ike, Skyloft Night Commander. The Night Commander is regular here. He says he can't get his day started without a bowl of my soup. What do you say? Are you ready to deliver some soup to the Night Commander? Yep. Alright then, here's a hot pumpkin soup. Deliver that to the Night Commander. Oké, dus Zelda is geflikkerd in een gat. Wij zien een piece of heart dat ons kan redden om zeg maar sterker te worden, waardoor dat wij Zelda kunnen redden.
En wij moeten soep bezorgen. Dat is belangrijker als Zelda redden. Omdat wij per ongeluk zijn kandelaar naar beneden hebben geslagen. Om die vaart te pakken te krijgen. Laten we die soep dan maar gaan bezorgen. Blijkbaar is dat belangrijker. Nou, hij had al verteld zeg maar, dat de soep warm is. En hij houdt alleen maar van warme soep, die commander. Dus we moeten binnen 5 minuten zeg maar, terug in Skyloft zijn. Ja, dat is eigenlijk ook wel een grappig verhaal. Dus ik laat dit nog even gewoon zo zien, we het wel. Want we hebben maar 5 minuten de tijd om dat te doen. Dus waarom ook niet? En dat is eigenlijk best wel leuk. Want in The Legend of Zelda praten we normaal gesproken altijd over Hyrule. En Dead Mountain. En Lake Hylia, weet je wel. Dat is hier allemaal nog niet. Hier hebben we gewoon Skyloft. Er is hier nog geen Hyrule. Al zou je dat wel zeggen, aangezien dat we behoorlijk high in the sky zijn. Maar nee, het dorp heet Skyloft en niet Hyrule. Dus we wachten geen Hyrule in dit spel. Dat eventjes gezegd. Wij zijn op onze bestemming. U kunt uw vliegtuig, stoelen, riemen losmaken, want wij gaan landen. Hoe landen wij? Simpel. Even kijken hoor. We moeten hier landen. Dat is wel de verstandigste plek. Wij flikkeren gewoon van onze vogels af en laten ons letter vallen. Waarom ook niet? Dus. La 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 la. Ik weet niet wat ik doe, want ik val maar rond en ik val in het rond, want dat kan, denk ik. Nou, het leukste is als je dus zeg maar bij Skyloft komt, dan hoef je nog niet eens op B te drukken. Dat doet hij helemaal automatisch. Tada! En ik heb verkeerd gemikt. Want we zijn wel in Skyloft, maar ik wou niet hier naartoe. Ik wou naar de waar wij ons zwaard hebben gehaald, zeg maar, daar bij die gym. Ons eerste zwaard. Nou, die zit hier. Hoppakee. Bij de Sparring Hall. Heel belangrijk. In het begin wist ik dat nog niet eens. Ik dacht bij mijn eigen, wie is die nu commander? Kan mij het verrekken. Wie wil soep? Kom het maar halen. Weet je wel, zo'n idee had ik gewoon van. Kijk het even lekker of zo. Nou, hi. Hey, hey Stefan. Have you been working hard on your sword? My smell something. Sorry. Soms laat je ze wel eens vliegen op het moment dat je even haast hebt. Sorry. Ik wist niet dat je hem kon ruiken. I know that earthy aroma. Isn't that my favorite pumpkin soup? Ja, natuurlijk. Ik liet helemaal geen scheet. Dacht je dat ik een scheet liet? Nee, absoluut niet. Sorry hoor. I asked the owner of the lumpy pumpkin to bring me some, but you went out of your way to leave some to me? That's right. Het feit dat ik daar de kroonluchter heb gesloopt, dat heeft er niks mee te maken. Yes, give it to me. Nou, oké. Veel plezier. Mag je hebben. Voor u. Zo. Goeie animaties. So good. That's the stuff. Maybe I should make a commercial out of it. Nou, en daar is hij ook mee bezig ook ondertussen. Well done. Say thanks to the owner for me. Nou, en dat is eigenlijk praktisch wat je moet doen. Maar er komt later nog meer. Dus, en nog eventjes tussendoor. Hiermee kun je je schildattack oefenen. Kijk, dan doe je dus zo. Even slaan. Pats. Pats. Haat. Dat doe je met je nunchuk naar voren te doen. Alsof dat je zeg maar een boomstronk aan het stompen bent. Daar komt het eigenlijk praktisch op neer. Dus. Nou, hebben we dat ook weer gehad. We hebben dus de eerste piece of heart hebben we te pakken. Yay! Ik heb een piece of heart. Nou ben ik zo vrolijk. Dus. Nou, we zitten ondertussen alweer 20 afleveringen in deze minuut. Dat doen we even overnieuw. Dus we zitten ondertussen alweer 20 minuten in deze... Ga ik weer bijna in de fouten, zie je daar. Nou, we zitten al over de 20 minuten zelfs, dus... Hé? Ja, zie je dat? Het gaat goed. Weet je wat ik doe? Jongens, ik ga deze aflevering maar eens afsluiten, want het gaat niet goed komen anders verder. Wat ga je dan houden? Geen zin in. Kom, wacht. We hebben al soep gebracht, terwijl dat we eigenlijk naar die groene straal moeten. Dus, in de volgende... Wat heb jij nou weer te zeiken? Master, the column of light is visible from here. Ja. What's your punt? We zijn er al voorbij gevlogen, toen zei je niks. Hij valt wel letterlijk af, jouw auto, ik maar weer. Nee, you can see the column of light. Ja, heel fijn. It is time for you to set on your third time, Zelda. Nee, ik wou eigenlijk nog meer soep bezorgen, maar vooruit dan maar. Dus in de volgende aflevering gaan wij naar die groene straal. Bedankt voor het kijken. Hopelijk tot de volgende aflevering van Let's Play the Skyward Sword van The Legend of Zelda. Ja, tot ziens. Dag.